omstandigheden qua weer zijn hartstikke goed. De zon die schijnt. Prima veld. We hebben hier alles tot onze beschikking. Wat we maar willen hebben. Dat is prima om een goede voorbereiding te draaien op de tweede seizoenshelft. Lekker duister is. Ik vind dat je als topsporter de voorwaarden moet creëren om 90 minuten lang te gaan. Daar hoort een bepaalde belasting en belastbaarheid bij. Dat hebben we al ingezet halverwege het seizoen. En daar gaan we gewoon nu mee door. Ik ga ervan uit dat spelers professioneel zijn, dat ze hier zijn, dat ze hun rust goed pakken. En vooral ook als je ziet hoe wij trainen momenteel. Nou, dan ben je grote jongetje, s'avonds nog via de regenpijp naar beneden klimt. Ja, dat is een beetje een andere generatie volgens mij. Dat is een beetje de generatie van de trainers die nu onze trainer zijn volgens mij. Maar voor zover ik weet is deze generatie behoorlijk braaf. Dat is heel goed dat jullie je rust ook pakken, want volgens mij wordt er heel hard getraind. Ja, dat is wel. Er zit wel een idee achter. Dat is altijd wel lekker als de spelers dat weten. Maar er wordt hier wel een pittige basis gelegd om te werken aan de conditie en om aan te werken aan de kracht. Om daar later profijt van te hebben. Ja. Hoe lig je dan nu hier? Voel je de vermoeidheid? Doet het helemaal pijn? Hoe is het? Ik moet zeggen dat ik de spierpijn wel voel, ja. En dat is ook een beetje in het hele lichaam, want gisteren had ik dan krachttraining en ja, we hebben pittige training op het veld gehad. Ja, dan voel je dat gewoon, maar dat is allemaal niet erg, want het lichaam herstelt het allemaal weer en dan kan je als het goed is kan je weer verder. Model kan poseren voor jou. Nee, dit gaat eerst in de pot en dan zien we wel wat we ermee doen. Het doet je heel veel pijn. Overal waar je komt. Dat ze tegen je aan als voorzitter beginnen aan te praten. Ja, gaat niet best. Het is, dat doet je als supporter. Dat, zozeer in je ziel. Dat is onbeschrijfelijk. Maar ik zit niet gauw in de piepzak. En op dat moment is het ook weer een interessante periode. Want ik heb er nog nooit als voorzitter in 17 jaar tijd meegemaakt. Dat ik dit soort discussies moest voeren. En dan kun je ook aantonen als bestuur. Dat je ook een eenheid bent, dat je ook in de bestuurlijke rust binnen de club bewaakt en met elkaar ervoor gaat en zegt, dit is even een moeilijke periode, laten we nou ook zien. Kijk, als het allemaal goed gaat, dan is het heel makkelijk om iets te gaan besturen. Maar nou moesten we echt ook als bestuur tot op de tenen lopen om die zaak weer goed te krijgen. Ik vind dat er ontzettend hard gewerkt wordt en ook enthousiast.
En ja, wat ik dan vanmorgen zie, dat er toch echt snel irritatie ontstaat als het niet goed is. Dat ze elkaar bijna, of eigenlijk vandaag ook een beetje fysiek aanpakten. Nou, ik vind dat heerlijk, joh. Laat ze hem lekker knokken. Je moet je niet tussenkomen als voorzitter of als trainer. Laat lekker hun gang gaan. Maar dan wel met respect voor elkaar. Maar op dat moment zitten ze zo in een wedstrijd. En die partijtjes, dan spreek ik de aanvoerder na afloop. Marc-Jan Vladeer is 32 jaar. Hij zei, voorzitter, het was een heerlijke training vanmorgen, zegt hij. Daar zat alles in, zegt hij. Emotie, goed voetbal. Hij zei, iedereen helemaal kapot na afloop van de training. Ik zag hem zelf lopen. Hij schrompelde bijna, zo kapot was hij. Zit de groepen goed in elkaar? Functioneren de jongens onderling? Hoe is de band tussen de trainers en de spelersgroep? Hoe zit de medische staf in elkaar? Ik vind dat altijd heel belangrijk. Daarom gaan Nico, Jan en ik ook meestal de volledige reis mee. Je kunt nu toch eigenlijk ook wel vragen van, aan spelers van hoe vind jij dat de trainerswissel heeft uitgepakt? Hoe ervaar je dat nou als speler, dat je dat John, die misschien de spelers die langer bij ons zitten, die echt John als John hebben gekend, als tweede, derde trainer. En dat hij nou niet in één keer John meer is, maar dat hij nou gewoon zoals in de voetbalwereld gebruikelijk is, dat ze nou in één keer trainer behoren te zeggen. En daar krijg je allemaal wel goede reacties op. Waaruit wij merken dat onze trainer volledig draagvlak en vertrouwen heeft van de spelers. En dat is allemaal heel erg belangrijk. Ik denk dat ik vanaf mijn 17e al wel met blessureleed rondloop. Ja, veel kruisbanden blessures gehad. In totaal 3. En een keer kaakbeen en meniscus schade. 16, 17 of 18 maanden. Ik had scheuren in mijn voetpees. Die werd pas laat ontdekt en daardoor ben ik geopereerd. En daarna een liesbreuk die ook geopereerd is. Ja, en daarom ben ik in totaal zo lang nu eruit geweest. Je mist het groepsverband. Je bent natuurlijk altijd wel met een paar jongens aan het trainen of aan het revalideren. Maar ja, je mist toch altijd de voetbalhumor en de jongens om je heen en in de kleedkamer. Als voetballer wil je altijd trainen en spelen. En als je dan door zulke dingen uitgeschakeld bent, dan is het ja, mentaal ook niet makkelijk. Maar ja, ik probeer altijd naar voren te kijken. Ja, ik voel me aardig fit. Ik heb geen last meer van mijn knieën. Ik voel, na de training voel ik ook niet meer wat. Eerder toen ik hier in het begin nog kwam trainen, dan voelde je nog wel in de bovenbenen veel, veel spierpijn na de training. En dan merkte je nog dat je wel echt moe was. Maar ik moet zeggen dat ik steeds fitter word en dat ik steeds meer kan trainen. Dit is nu echt mijn eerste echte trainingsweek. Ik word veel getraind, goed getraind. En ik hoop dat ik goed door deze week kom en in de volgende weken goede stappen kan maken. En wedstrijdritme kan opbouwen en om uiteindelijk een goed niveau weer te halen. Ik wil echt topfit worden. En blijf natuurlijk, dat is voor mij prioriteit 1. En daarnaast wil ik zoveel mogelijk minuten maken in de belofte en wie weet in het eerste. Ja, misschien 2, 3, 4 jaar zonder blessure te kunnen spelen. Dat zou mooi zijn. Ik denk dat we een goede stap hebben gedaan in de richting van lijstbehoud. Daar zijn we nog niet en dan moeten we ons de degen realiseren. Maar ik zie een goede motivatie bij de jongens om het nog beter te willen doen in de tweede seizoen zelfs.
En dat ze dat ook met elkaar willen doen. Dus dat vind ik heel erg positief. En hopelijk kunnen we dat een goed vervolg geven door middel van resultaat. Want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Ik denk dat wij een goed team hebben en dat wij sowieso in de Eredivisie kunnen en moeten blijven. En ik denk dat wij wel van plaats 12 tot 15 moeten eindigen. Ik had een ander interview en daar heb ik gezegd dat wij gaan eindigen op de 12e plaats. En daarbij hoop ik dat wij zelf ook meer gaan voetballen. Dus dat wij wel, nou, wat je de laatste tijd hebt gezien, dat wij misschien wat meer inzakken. Om minder kansen voor de tegenstander te creëren. Maar daarentegen wel hopelijk wat meer zelf het initiatief kunnen pakken in een wedstrijd. Blijf ons steunen. We hebben jullie steun hard nodig. En we gaan er alles aan doen om in de Eredivisie te blijven. Ja.